Goedenavond. Toen ik bijna 9 maanden geleden voor het eerst een televisietoespraak hield over corona, hoopte ik heel erg dat het ook voor het laatst zou zijn. En daar leek het ook lang op. Maar helaas moet ik mij vandaag opnieuw op deze manier tot u richten. Met opnieuw een ingrijpende boodschap. En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval 5 weken in lockdown. Nederland gaat op slot. Op slot. Op slot. Op slot. Op slot. Dat betekent dat we alle plekken sluiten waar mensen in groepen samenkomen. Met een paar uitzonderingen die nodig zijn om de samenleving te laten draaien of kwetsbare mensen te beschermen. Alles is erop gericht het aantal contacten tot een minimum te beperken. Want zonder contact kan het virus niet overspringen. Lege snelwegen, lege treinen en bussen, lege kantoren en schoolklassen, lege winkelstraten. Daar moeten we naar terug. En ik wil u ook stap voor stap meenemen door de verschillende maatregelen. En we vinden het allemaal moeilijk ons 100% altijd en overal aan de regels te houden. Daar gaat het ook veel over in gesprekken tussen mensen, online en in de media, en dat snap ik. Maar wat ik ook zie is dat het overgrote deel van de Nederlanders zich heel goed realiseert dat we onszelf en elkaar moeten beschermen door ons gedrag aan te passen. Hey Mark, je moet je bek houden! Springt over en veel te vaak. Elke dag overlijden gemiddeld 60 mensen aan corona. Elke dag noteren we gemiddeld zo'n 9000 nieuwe besmettingen. Dat is een volle kuip in minder dan 6 dagen. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen stijgen de cijfers. In de tweede golf komen meer mensen in het ziekenhuis terecht. We komen hier doorheen. Met elkaar en voor elkaar. Dank u wel.